Hallo, 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 hallo mensen. Dit is even een leuke tipvideo. Dat mag ook wel eens gewoon. Een leuke Minecraft bouwtipvideo. Nou, ik ga je laten zien hoe je zeg maar een bos, eigenlijk een bos kan laten lijken tot een wat groter bos. Nou, te beginnen heb ik al vooraf wat gebouwd. Een heg. En die maak je niet al te recht. Dus je mag er altijd een kronkeltje in maken, zoals je hier ziet. Kijk, daar ga ik weer een keertje naar achter een blokje. Nou, de blokjes maak je 3 hoog. Het kan hoger. Het mag altijd hoger. Maar het is niet helemaal nodig. Minimaal 3, want dan kunnen mensen ook er niet overheen springen of overheen kijken. Nou, wat we dan daarna doen is heel simpel. Ik pak de arrow tool en daar zet ik een boom in. Nou, let op als ik hier een boom naar ga neerzetten. Een bush, en dan doe ik daar ook een bush. En dan zet ik ervoor nog ook een bush. Dan pak ik een tree. Aan de voorkant zet ik die eentje neer. Huppakee. Waarom pakt hij hem nou niet? Oh, ik moet een verkeerde doen. Ik moet een andere doen. BT. Tree. Heel veel ander command. Plaats ik gewoon voor zo. Zo, en hier nog een boompje. En dan pak ik ook nog een big tree. Je kan hem ook gewoon planten hoor, met boomwiel. Kijk, en nou als je hier kijkt, dan zie je al dat het echt gewoon ja, soort bos lijkt. Dat die bladeren bij een andere boom hoorden. Maar het is eigenlijk gewoon een muur die ik heb gemaakt van bladeren. Nou, dat ziet er best wel leuk uit, want zo kan je best wel iets leuks creëren. Kijk, ik doe er daar nog een. En ik doe meestal met kleine trees werk ik ook. Omdat ik dat persoonlijk wat mooier vind staan. En dat kan je ook aan de andere kant doen. Kijk, ik maak hier een paar bomen zo. En doe ik er daar een paar tegenaan. Je moet altijd tegen de bosje, het liefst tegen de bosje aan. Nou, ik pak door een birchboom om een beetje variatie te brengen aan de stammen. En zo maak je dus een beetje een bosje. Zo ziet het er best wel groot uit, alsof er meer bomen staan, terwijl dat niet zo is. Je zou ook zelf handmatig wat bomen kunnen plaatsen of wat kunnen verlengen. Ik zou hier bijvoorbeeld een stam aan kunnen maken. En dan zou je dus ook weer een paar blaadjes aan kunnen maken. Dus zo kunnen we het variëren. Hier wordt het inderdaad een smallere zaak. Dus ik zou hier gewoon een paar birchbomen doen. Hier nog eentje zo. En dan kan je het leuk op gaan voeren. Want aan de andere kant zijn we bezig aan een andere nieuwe Cars-attractie. Ik hoop dat jullie wat hebben gehad aan deze Minecraft-tip. Ik dacht, ik geef gewoon een tip tijdens het bouwen en het herbouwen aan 2.0, Disneycraft 2.0. Laat zeker een leuke comment achter of je hier wat hebt aan gehad en of je het gaat gebruiken in je eigen bouwwerken. En tot de volgende keer. Doei doei!